Door de lockdown zijn 2500 fitnesscentra in Nederland al meer dan 7 maanden gesloten. Met de actie Stilzitten is geen optie hielden ze gezamenlijk afgelopen zaterdag een actiedag. We gaan de challenge doen. We beginnen zometeen met 7 minuten fietsen. Het wordt tijd dat we weer open gaan. Ik denk dat de overheid nog een beetje leeft in het verleden met hun beeld op de sportschool en dat dat een donker hok is met roestige materialen en dat zij de mooie hedendaagse clubs, dat zij daar een heel ander beeld bij hebben en dat zij gewoon niet op de hoogte zijn van hoe het er nu aan toe gaat. Kom op mannen! Er wordt heel erg gesproken over gezondheid, maar eigenlijk de plek waar je aan je gezondheid kan werken, die moet gesloten blijven. Goed bezig! Ben je er al bijna? Ik lever al zoveel in, ik zit sinds maart al thuis. Er blijft weinig over. Nog 10, 9. Waarom kun jij garanderen dat je in deze coronatijd open kunt? Wij hebben dat na de eerste lockdown al laten zien. Hadden we 30 bezoekers maximaal per uur. Mensen moesten reserveren, dus ze konden sporten op afspraak. Overal hebben we desinfectiepunten staan. We hadden een routing aangebracht. Alle toestellen staan op ruim 1,5 meter afstand van elkaar. Kan makkelijk. Stoppen maar. Zoek je plekje op, 15 squats, je mag meteen starten. Ik vind het alles in het werk gesteld is om gewoon veilig te kunnen sporten. Na die 5 burpees doe je 10 sit-ups. Wij hebben eerder al laten zien dat we het kunnen. Het wordt tijd dat we weer open gaan, dat je lekker kan sporten. In de buitenlucht, in aangepaste vorm, kan allemaal. Wij moeten echt weer open. Nog 3 minuten. Waarom doe je aan deze actiedag mee? Omdat ik wel vind dat een goede conditie heel belangrijk is om gezond te blijven. En dat ze dat, naar mijn idee, een beetje vergeten. Als dit niet lukt, wat dan? Ik denk dat we dan met z'n allen lekker naar het Malieveld gaan. Dan gaan we daar sporten en dan nodig ik de hele Tweede Kamer uit om mee te doen. En dan een extra lange sessie? Uiteraard, ja.